Hallo allemaal, het is nu dinsdag 30 juli. Ik sta in mijn kelder om mijn fiets te pakken. Het is al in de avond, ik heb de rest van de dag niet gevlogd. Ik heb gewoon rustig aangedaan vandaag. En nu ga ik onderweg naar mijn zus. En dan gaan we richting Scheveningen. Mijn broer komt ook daarheen, dus het wordt heel gezellig. Dus ik neem jullie mee. We zijn nu in Scheveningen. We wachten nu nog op mijn broer. Hier elk moment kan zijn. Dan gaan we even kijken wat we hier gaan doen. Met de family. De kinderen bestellen even een ijs. Kijk hoe groot. De kinderen bestellen even een ijs. Dat eet je wel op, hè? Lekker groot ook. Kijk, ze hebben een vrouw en meneer, wacht, je moet heel erg lachen om jullie grote ijsjes. Ik zit heerlijk bij een Italiaan een ijsje te eten. Die van mijn broer, die komt nog aan, want dat is verkeerd gedaan. Die heeft een aardbeienkoek besteld. En die kreeg een rosé erop. Ja, en die kreeg hetzelfde als ons. Terwijl we eerst als laatste geholpen werden, terwijl we als eerste zaten. Rustig. Dus nu nog wat op die aardbeienkoek. Vandaag woensdag 31 juli. Ik ben nu onderweg door de regen naar de Jumbo om wat boodschappen te doen. Vanmiddag ga ik naar de Lion King met mijn zus en de kinderen. En daarna wat eten bij de McDonald's. Dus dan neem ik jullie ook weer mee. Ik loop nu onderweg naar de stad, of in ieder geval naar de tram. Ik wilde al eerder weggaan. Maar volgens mij heeft mijn kat een soort van epileptische aanval. Zij begon ineens heel raar te doen, slijm te spugen. En hij lag als een dood vogeltje op de bank. Hij bleef gewoon liggen als je hem neerlegt en normaal deed hij dat ook niet. Een stuiptrekking en zo. Dus mijn moeder houdt het nu in de gaten. En als het niet gaat, ja, dan even de dieren uitbellen. Dus ik ga nu onderweg naar de tram. En dan naar Pathé. We zijn nu bij Pathé, we gaan zo naar de Lion King, 3D. Mijn moeder heeft contact opgenomen met de dierenarts. Ze zei dat er ligt een epileptische aanval toch. En als het nog een keer gebeurt, dan moeten ze naar het dierenziekenhuis bij de Gouden Regenstraat. Om onderzoeken te laten doen, dus ik hoop dat het eenmalig was. Dus nu gaan we zo genieten van de film. Heb jij zin in? Ja. Waar gaan we heen? Naar de McDonald's. Oh ja, en we gaan naar de Lion King. Ja. Ben je benieuwd? Ja. Dus het gaat hopelijk een hele leuke film worden. Ja, vast wel. Hallo allemaal, het is vandaag 1 augustus. Ja. En we zijn onderweg naar Tikkie. Heb je er zin in? Ja. We zijn een beetje rood. Wie? Wij zijn een beetje rood. Ja, kort. Hé, we met je wel. Dus we zien jullie straks. Ja. We lopen nu onderweg naar Tikkiebad met de family. We zijn nu in attractiepark Daro. Ik heb meest 20 euro beloofd dat ze van de cycloon afgaat. Van de trechter. Ja, ik weet niet of ik dat ga doen, hè? Als het er vanaf gaat, dan zullen jullie het vast wel zien. Dus ik ben benieuwd. Kijk, mijn zus op de achtergrond. Hallo allemaal. Mijn neefje. Die vlogt ook. Dus we nemen jullie mee. We zijn er. Ja, alles is dicht. Nee, die is nog open. Kom maar, ze is gewoon echt open vandaag. Excellent. Thank you.
Ik kan mijn familie foto maken. Goedemiddag allemaal, het is nu inmiddels 3:15. Mijn moeder is bezig met lekkere kippensoep te maken, dus dat gaan we vanavond eten. Verder heb ik vanochtend alleen boodschappen gedaan. Dan zijn de kinderen van mijn zus hier. Mijn zus eet vanavond gezellig mee, samen met de kinderen. Ik heb een heel leuk weekend voor de boeg. Morgen is mijn moeder jarig, dus komt er wat bezoek. En gaan we uit eten, s'avonds bij de Haagse Beek. En dan zondag ga ik voor de tweede keer naar Mamma Mia, maar dan met mijn moeder en mijn broer. Dus neem ik jullie ook weer mee. Dus het wordt een gezellig weekendje. Goedemiddag allemaal, het is nu 3 augustus, 12 uur. En mijn moeder is vandaag jarig. Yay! Dus vanmiddag komt de bezoek. En dan vanavond gaan we gezellig met het gezin uit eten. Dus het wordt heel leuk. Dus dat. We zitten nu bij de Haagse Beek voor mijn moeder haar verjaardag. Ze hebben slingers opgehangen. Oh ja, ik wil ook weer heen. Ik ga vloggen. Superleuk. Ik begin een vloggen. Dus dat. Gaan we zo lekker eten. Net drinken besteld. Gaan we kijken wat we zo gaan eten. Leven, lang zal ze leven in de gloria. In de gloria. In de gloria. Hiepe de piep, hoera! Hiepe de piep, hoera! We zitten in de Rijnmolen. Ga zo. Gezellig! Gezellig! En we gaan zo beginnen. Dus we wachten nog even. En gewoon gratis mee als begeleiding. Ik durf alleen niet op een paard te zitten. Ben ik veel te groot voor. Ik breek straks die paard op. Nou, we draaien nu. We zijn aangekomen bij Beatrix Theater in Utrecht. Ik ga naar Mamma Mia met mijn moeder en mijn broer.
leuke musical voor de tweede keer. Bij deze sluit ik de vlog af. Doe een blauw duimpje als je het leuk vindt. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie bij een volgende vlog. Doeg!